Dat wil zeggen, we beginnen met de randgemeenten, waar gemeenten die op de grens van de waterschap liggen met andere waterschappen. En dan gaan we de deelgebieden langs Zuidoost-Drenthe en delen van Twente. Uiteindelijk hebben we dan de totale uitslag. En in die stapswijze aanpak ziet u straks op de schermen links en rechts hoe dat cumulatief zich opbouwt. Dus wat is er nou te kiezen bij waterschapsverkiezingen en waar onderscheiden de partijen zich? Maar als lijsttrekker maak je hele grote kans als je in het algemeen bestuur komt. En de Algemene Waterschapspartij die heeft 3 zetels gehaald. Die hadden we ook, we hebben geconsolideerd. En daar zijn we erg blij mee. We zijn ook de derde partij in het waterschap gebleven. En dat is natuurlijk fantastisch. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja, je kunt mijn taak toch goed vergelijken met een burgemeester bij een gemeente. Ik ben voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur is te vergelijken met de gemeenteraad. En het dagelijks bestuur met het college van burgemeester-wethouders. En daar ben ik dan de voorzitter te vergelijken met de burgemeester in. Ik ben ook boegbeeld van het waterschap. Dus ik moet zorgen dat ik ook buiten dit waterschapsgebied verbinding maak met de 3 provincies waarin we liggen. Overijssel, Drenthe en Gelderland. En een deel van ons stroomgebied ligt in Duitsland. Dus ik doe ook heel veel aan verbinding maken met onze partners in Noord-Rijn-Westfalen en Niedersachsen. Ik vind dat de verkiezingsuitslag die we nu hebben en met name de opkomst laat zien dat waterschapswerk toch heel goed wordt gezien. Anders hadden de kiezers ook niet voor gestemd. Hè? 52,3% opkomst. Ik denk dat de kiezer dus heel goed snapt dat de thema's die we ons spelen ook de echte thema's zijn van deze tijd. Klimaatverandering, duurzaamheid, medicijnresten in water, microplastics. Daar kan een waterschap allemaal wat aan doen. En dat heeft de kiezer denk ik gezien en zich daar ook over willen uitspreken. En daarom hebben we een fantastische opkomst bereikt. Je krijgt een stempas thuis, in dit geval 2 voor de provinciale staten en voor het waterschapsbestuur. En ik merk dat de kiezers daar allemaal heel serieus mee zijn omgegaan. Ze hadden ook die stempas van het waterschapsbestuur aan de kant kunnen leggen, alleen voor provinciale staten kunnen stemmen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus de opkomst van waterschap en provincie ligt redelijk dicht bij elkaar. En we zien ook dat heel veel kiezers hebben onze stemhulp bezocht op de website verstromen.nl. En hebben echt serieus gekeken waar gaat het nou eigenlijk over en wat is er nou te kiezen. En daar hebben ze iets mee gedaan. Dus ik vind dat je ziet dat de kiezer ons werk heel serieus neemt. En dat daarmee een prachtig mandaat is gekomen voor een nieuwe bestuursperiode en voor een nieuw bestuur.